Is wacht even met dat ding opstarten. Dit gaat echt op YouTube in de rave mode. Wacht even, want mijn controller tikt uit. Ja, deze ga ik sowieso nu niet halen, gezien het feit dat ik eerst mijn controle op moet laden. Ja, godvergloeiende, godverdomme. Dat zeg ik voordat je begint! We hebben weinig keus, want fucking missie start al opnieuw op. Ja, godverdomme. Zij het al voordat iedereen restart had geklikt. Dat is niet waar, want iedereen had al restart geklikt en toen zei je het pas. Godverdomme! Ik hoor je. Ik kom het net terug. Oh, ik krijg last van mijn keel, jongen. Dat was niet zo mooi. Ah, hierna pak ik er nog een bak koffie. Ja, ik vind het helemaal goed. Koffie kan mijn rot bommen. Ja, kruisbaan! Nee! Zo. Mooi, heb ik tenminste nog een beetje armor. Ah, die boten! Volgens mij zijn ze tovenaars. Die! Jezus! Je schiet een godverdomme 80 keer op de kutauto en nog steeds raak je ze niet, hè? Oh. Jongens, sta nou op! Jezus! Oh. Ik hoop het. Ja, nee, ja, natuurlijk. Ja, godverdomme! Ah, ik heb ze. Ik heb ze. Jezus! Dit nee, is niet die goed voor me. Dit is niet goed voor me. Terug. Oh mijn god, Jezus. Tering, Jantje, achterlijke bamisnollen nog een toe. Lekker. Oh, ik heb Jezus. Nu gaan we ze helemaal kapot maken. Kom op, we moeten dit halen. Dit is gewoon fucking te halen. Ik heb dit eerder gehaald, maar waarom haal ik het nu niet? Zeker als een homo loopt of langs op nog straks. Ik hoop nu echt dat hij sterft, jongens. Ik moest echt fucking snel afwijken met richting met die rocket launcher, want hij was zelf opgeblazen op Martin. Ja, dat had ik net dus al gehaald. Staat die boot hier weer? Ik die is van zijn volle vleus gespond. Kijk, ik zie hem doodgaan en dan komt hij terug! Godverdomme, wat is dit? Ah, kut Rockstar! Ik hoop dat jullie de tyfus genieten met een kutspel! Saints Row is dit 20 keer beter dan dat hele kut GTA! Saints Row is ook kut. Neem even de tijd en streel je tegels. Ik ruk ze dadelijk van je lichaam af en ik steek ze in de hands! Ik wil jou daar godverdomme! Ik geef je 20 euro als je het film. Hey, loop die kanker dingen. Jezus. Die is vuil druk lopen. Ga de kant, Martin! Ik hoor het geschreeuw ook nog uit mijn controle komen.
Ah, godverdomme, ik ben alles al kwijt! Hier! Pak aan! Hier! Homo's! Ah, sta nou op! En over het meertje. Kut! Ja! Kut! Al drie kwartier zijn we bezig met deze kut. Echt hoor! Ja, dat was altijd al een probleem. We hebben tot 3:30, daarna zet ik hem op normal. Oh ja, natuurlijk. Man, kijk dat de baard is. Ah, koprol gewoon, man. Vatse gehoeren neuken. Oh nee, ga alsjeblieft nou niet dood. Ga over de buurt heen! Nou, zo erg heb ik hem ook nog nooit geraged met dit spel. Nee, maar toen hebben ze nog niet alle logische dingen gepatcht. Oh, wat heb ik hier een schurft aan, zeg. Godverdomme. Vieze, vuile, achterwaartse salto-nichten dat ze dus zijn. Met de vatsige barrière en de kutgedoe. Met dat geneuk met die kutauto's die je dat op slot te zetten. Echt, ik spie zijn moeders echt vast aan zo'n ding, jongen. En ik laat ze helemaal leeg bloeden en ik laat ze allemaal uitlachen. Zo, dat was dat. Oh, vergeet niet dat je eigen auto de disman voor. Ik ben weer rustig. Oké. Okay. Godverdomme, vuile, vatsige tyfushonden. Wie zei dat je rustig was? Ik weet niet, maar volgens mij is mijn hart zo sterk, hè? Maar anders had ik al lang last gehad van mijn hart. Ik zweer het je. Mooi. Je hebt zo'n hard last van je hart dat je gewoon verdoofd is. Oh. Dan zeggen ze dat mensen dit spelen voor ontspanning. Nou, merk het. Spellen zijn heel ontspannend. Ja. Gamen doe je voor de lol. Ja, zeker ook een vassige leugen. Ja, dat had ik net ook. Wat ik best wel gek vind, want we maaiden net alle agenten omver. Ja, maar we gingen ook steeds dood, waardoor we faalden. Dus kunnen ze weer betaald voor hun goede werk. Oh man. Zin. Jullie gingen dood, waardoor we faalden. Ja, jij ook wel. Dus. Ik ben 1 keer dood gegaan. Ja, dat zeg ik. 1 keer.
Ik ben ook nog niet zo vaak dood gegaan. Nee. Degene die ook achteraan liep en niet mee gelijk als eerste naar buiten ging, was dat jij. Ja, omdat ik geen raketten meer heb. Nee, dus wij kregen al de eerste kogels. God, dat je meer overhoudt. Maakt niet uit, want ik heb net zoveel armer en leven over als jullie, hoor, als ik eraan kom. Als ik al voor het eerste sprongetje ben, ik al de helft van mijn leven kwijt en mijn volledige armor. Ja, ik ook. Nou, dat vind ik wel heel slecht. Nee, dan doe ik het helemaal niet slecht, maar jullie missen de helft van de wouden die ik dus ook moet schieten. Ja, dat doe je ook wel. Ik doe genoeg. Oh, ik zullen wanneer ik wil. Ja, man, wauw. Wow. Mag ik dood? Nee, nee. Godverdomme. Ja, daar heb ik toch niks aan. Dan moet je weer niet bang afkomen. Nou ja, ik heb wel echt goed. En dan moeten we straks ook nog met Human Labs en alles doen. Hoor, dat ga ik vandaag niet meer doen. Ja, ja. Is iedereen er? Nee, ik heb er heel veel doorgeprobeerd. Ja, jij blijft in de bank zitten. Ik sta in de huisroom, hoor. Nu pas. Net ook wel. Vanaf het moment dat jij weg was. Erg veel. Nou ja. Jij was wel bang voor een flesje naar de tijd. Ik ga je er ook wel even aan denken. Ja, die hebben we dan. Voor de 380.000ste keer. Ik wacht uit, ik heb mijn hals. Kijk, ik heb mijn hals. Weet je het heel zeker? Ja. Kun je... Let's go, go, go! Maar... 3, 2, 1, go, go, go! Waarvan was dat ook alweer? Oh ja. Nou, daar ging bijna een microfoon stuk. Dat zeg ik. Ik vind het jammer dat je je maskers niet meer uit kan kiezen, want ik wil graag Princess Bubblehead hebben. Je vriend is aan het kletsen alsof hij een oude dame is. Er was eens een tijd. Elke 30 seconden gaat een deel van je kut af, hoor. Zo, die hoorde ik even drie keer. Ja.